Dag, fijn dat u weer naar Spakenburg Nu kijkt. Met vandaag Nationale Voorleesdagen, genomineerde bruidsfotografen, juwelier op het Spuitplein, afscheid Henk van der Meen. Leerlingen uit HAVO 5 van Guido de Bret, waar ook veel kinderen uit onze gemeente op zitten, hebben wethouder Hans Buitelaar een rapport aangeboden met de resultaten van een onderzoek dat zij hebben uitgevoerd in de wijk Schothorst, waar ook hun school staat. In dit rapport staan adviezen om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het project was voor de derde keer een samenwerking tussen de Christelijke Hogeschool Ede en de Guido de Bret. Onder de titel Kijk in de wijk werden bewoners, maar vooral jongeren, geïnterviewd over de vraag in hoeverre zij bereid zijn iets te doen voor hun wijk. Ook de gemeente Amersfoort toont zich actief op dit terrein met een onlangs gehouden enquête en geplande bijeenkomst. Via de colleges in Ede kregen de HAVO 5 leerlingen van de Guido inzicht in wat een vervolgopleiding kan bieden, om zo een betere keuze te kunnen maken. In het project lag de nadruk op creatief denken, samenwerken in grotere groepen en met andersdenkenden. Ook was er aandacht voor het oplossen van complexere problemen en het zich bewust worden van het eigen denken. Hoewel hij tot voor kort nog zeer enthousiast was over de plaatselijke politiek, kwam pas geleden het bericht dat Henk van der Meen niet terugkeert in de raadzaal. Hille vroeg hem naar de reden. Nou, laat ik wel wezen, het was voor mij natuurlijk niet helemaal een verrassing. Ik heb dus voor de tijd ook al aangegeven van ik ga me trots verder. 12 december had ik dat bericht eigenlijk al klaar. Had ik eigenlijk een beslissing genomen. Toen kwam ik in aanraking met trots. En dat vond ik toch wel weer een uitdaging waard. Ook in verband met de enthousiastelingen die daarmee bezig waren. Om eens te kijken of er mogelijkheid was om dit in die korte tijd op te starten. Ja. En dat is niet gelukt. Nee. Maar waarom heb je besloten om met de LDP te stoppen? Dan met de LDP heb ik besloten om te stoppen. Dat besluit had ik eigenlijk al genomen. Ja, ja. Ja? En dat was gewoon omdat ik dus geen zin meer had om die kaart te trekken. En zeker niet om alleen de kaart te gaan trekken. En in deze ook, ik heb dus al een keer een partij opgericht. Ik ben met die partij op een gegeven moment, zijn we heel ver gekomen toen die tijd. Het is toch een beetje voor mij toch een beetje een mislukking geworden. Ondanks op een gegeven moment dat het heel goed eruit zag. Dat wilde ik niet meer. Dus ik heb toen gezegd op een gegeven moment van, ik kijk wel of ik sluit mij aan. Of ik kijk op een gegeven moment wel naar een andere zaak. Maar in december heb ik toen een beslissing genomen. Eigenlijk had ik een beslissing genomen. En heb ik al een brief geschreven. Die had ik eigenlijk al klaar liggen. Die brief is nu aangepast en verstuurd. Ja. Henk, hoe is het zeg maar om binnen de raad een eenmansfractie te voeren? Hoe moeilijk is dat? Het is op zich, misschien lijkt het voor andere mensen heel moeilijk. Ik ben ingewerkt. Ik denk dat voor nieuwelingen dat het een stuk moeilijker is. En dat het niet haalbaar is. Ik ben ingewerkt. Het was niet alleen op een gegeven moment het politieke werk aan zich wat ik deed. Maar het was natuurlijk ook heel veel commissies, stuurgroepen en dergelijke eromheen. Ja, dat vergt een bepaalde inzet. En moeilijk. Ik kan niet zeggen het is moeilijk. Maar het vergt wel een bepaalde inzet. Ja. En veel tijd, denk ik. Heel veel tijd. Ja. Ja. Nou, toen heb je gericht op Trots Bunschoten eigenlijk, hadden we begrepen. Hè? Daar zag je wel toekomst in, alleen dat is niet gelukt. Nee. Waarom is het niet gelukt, Henk? Nou, dat heeft puur op een gegeven moment in de voorbereidingstijd gezeten. Dus de voorbereidingstijd, we zijn eigenlijk in december pas begonnen. En in die voorbereidingstijd, dat was echt minimaal. Hè? Als je dan weet dat 3 februari dus alles in moet leveren en dergelijke. En ik heb voor de tijd met de mensen om tafel gezeten. En ik heb voor de tijd ook gezegd, dat heb ik ook aan het publiek gezegd. Ik wil wel meedoen, ik wil wel doorgaan, maar ik ga geen kaart meer trekken. Ik ga niet echt een kaart meer trekken. Ik wil dat samen gaan doen met mensen die ook commissies kunnen gaan bezetten enzovoorts. En misschien haal je wel 2 zetels en dan heb je toch 2 raadsleden nodig. Daarnaast zit ik met mijn werkzaamheden. En die combinatie op een gegeven moment werk en politiek, dat wordt toch ook wel moeilijker. Dus dat was ook een van de grote redenen die meespeelde. En daarom wilde ik dus ook
mensen achter hem hebben. Voldoende aan mensen, goede mensen achter hem hebben die, zeg maar, als het nodig zou zijn, die kar zouden kunnen trekken. Was het moeilijk om kandidaten te vinden? Ja, zeker in die korte tijd. Want de mensen die hebben allemaal een bepaalde verplichting. En het is natuurlijk heel snel eventjes van ja of nee zeggen. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk moeilijk. Je kan niet zo al je verplichtingen aan de kant zetten. Nee. Jullie hebben nog wel een verkiezingsprogramma geschreven. Jazeker. Van de Trots. En een van de dingen die men opviel daarin was werk of bijstand. Wil je daar nog iets van zeggen? Nou, werk en bijstand, dat heeft dus te maken dus ook met de participatiewet die eraan komt. Ik heb al eerder aangegeven, ook in de politiek, van begin daar nu alvast aan. We weten allemaal dat we een grote stijging hebben wat betreft werkeloosheid. We weten ook op een gegeven moment dat mensen maximaal zeg maar een 3 jaar in die WW kunnen lopen en dan naar de bijstand toe komen. Nou, dan heeft de gemeente er ook mee te maken, want de gemeente betaalt de bijstand voor mensen. Wij hebben nu 100 mensen berekend, ja, of 100 mensen hebben we, of voor 100 mensen hebben we zeg maar op een gegeven moment een begroting gemaakt. Dat lijkt mij niet voldoende. Dus ik denk dat we dus moeten gaan kijken van hoe kunnen we participeren, maar ook met bedrijven, ja, om dus mensen en ook de 55-plussers vooral, om die aan de 50-plussers zeg maar, hè, je mag ook terug gaan denken naar 45-plussers, maar om die vooral op een gegeven moment aan het werk te helpen. En dat kan gesubsidieerd om een klein bedrag van die bijstand ook aan die werkgever te geven. En dan kan die werkgever op een gegeven moment kijken, bijvoorbeeld een jaar lang of 2 jaar lang, wat ze dus aan die mensen hebben. Maar dan hoeven wij zeg maar een gedeelte niet te betalen. Ja? De werkgever op een gegeven moment die betaalt voor arbeid. En dan hebben we allemaal winnaars. Want die mensen op een gegeven moment die in de bijstand komen van 45 plus, die moeten anders een huisje op gaan eten. Ja? En dan hebben we in mijn visie allemaal winnaars. Ook landelijk, want ook het landelijk vermogen blijft op een bepaald pijl. Oké, nou ik denk dat je nog 1 raadsvergadering meemaakt. Ik dacht van 2 nog. Nog 2? Ja. Oh, nog 2 raadsvergaderingen als LTP, ja. En dan is het klaar. Dat is klaar. En daarna, Henk, wat dan? Wat ga je doen? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh. Ja, ik heb dat ook in die brief gezet. Ja. Daar mag iedereen op een gegeven moment op reageren wat ik zou gaan doen. Er zijn wat mensen bij me geweest. Ook mensen op een gegeven moment wat betreft de tv, zeg maar. Die hebben nog gevraagd van wil je niet wat doen. Ja, en zo zijn er nog wel een paar geweest. Nou, ik zie het wel even. Ik ga mij gaan eerst eventjes terugtrekken. Ik ga eerst even kijken op een gegeven moment hoeveel tijd ik voor bepaalde dingen vrij kan maken. Want dat is het belangrijkste. Want als ik iets wil, en dat heb ik ook in de persbericht gezet. Als ik iets wil, dan wil ik het voor 100% kunnen doen. Oké. Nou, we wensen je in ieder geval die komende weken nog eventjes alle sterkte toe. Want het zal afscheid nemen worden straks, hè? Het zal afscheid nemen worden, maar aan de andere kant doe ik nog wel even politiek mee. Ja, oké. Ja. Nou, en daarna hopen we in ieder geval, want je bent niet iemand die achter de geraniums gaat zitten. Nee, denk ik niet. Zeker niet. Wensen we je heel veel sterkte toe in datgene wat je dan gaat doen. En dat horen we uiteraard nog wel, hè, van je. Dat gooi je van mij. Oké. Henk, dankjewel. Dankjewel. Op het Spuitplein blijven de veranderingen komen. Zo zal de bekende juwelierszaak Dijkema een andere eigenaar en een andere look krijgen. Wij spraken erover met Inge Jansen en Ali Hopman. Inge, hoe ben jij ooit in het juweliersvak gerold? Ik ben 25 jaar geleden gevraagd door mijn vriendin. Die werkte hier en die was zwanger. Dus ze zochten hier iemand anders om te komen werken. Mm-hmm. Dus zodoende ben ik in het vak gerold. En Ali, want jullie zijn echt een team. Jij werkt hier ook al een behoorlijk aantal jaren. Ik werk hier van de zomer 20 jaar. Toen Inge zwanger werd, toen kwam ik hier. Ja. En ja, wij hebben het eigenlijk zo lang al wel 20 jaar samen gedaan. Ja, één dag sowieso. Dus bij elkaar, hè, dan hebben jullie 45 jaar ervaring. En jullie gaan deze zaak ook overnemen. En hoe zit dat precies, Inge? Ik neem de zaak over en Ali die assisteert mij bij het overnemen van de zaak. Dus jullie, je had veel vertrouwen, denk ik, in Dijkema, maar ook in de zaak om dit over te nemen. Hoe belangrijk was het voor je dat Ali hier deel van uit blijft maken? Ja, ik heb wel gezegd ik wil het doen, maar dan moet Ali blijven. Zonder Ali ging ik het niet doen alleen. Is dat vandaar dat Ali er inderdaad, ja, eigenlijk als een soort team gaan we het doen. Ja. Dus,
En Ali, hoe vond jij dat? Ik vond het prima. Meneer Dijkma had het diverse malen al aan mij gevraagd van wil jij het doen? Maar aangezien ik toch al wel iets wat ouder ben, had ik er niet zoveel zin meer in. En toen zei Inge van Grappie, nou als jij niet wil, wil ik het wel doen. En toen denk ik van ja, toen zegt ze van, maar jij moet blijven. Ik denk, ja, nou, voor mij verandert dan niks, ik blijf gewoon. En zo is het balletje gaan rollen. Ja. Maar wel heel belangrijk, dat vertrouwen. Inge, wat is nou zo leuk om met Ali bijvoorbeeld te werken? Ali, we hadden het net over vertrouwen. Het is voor Inge heel belangrijk, dat ze zet de zaak voort, maar wel in de wetenschap dat jij blijft. Wat is er zo leuk aan, of voor jou, om met Inge te werken? Het leuke aan met Inge werken is dat het... Ik wil niet zeggen dat het niet leuk geweest is met meneer Dijkman, want het is altijd top geweest. Alleen met een vrouw is het toch anders. En ja, nu wij samen heel veel dingen al geregeld en gedaan hebben, ja, krijg je bijna een soort zusterlijke band, zo noem ik het maar. Ja, dat voel ik. En zijn er dingen die je zegt van nou, dat is echt mijn pakje aan, en andere dingen waarvan je zegt, ja, daar is Inge beter in? Nou, ik vind Inge heel goed in de telecommunicatie, laat ik het zo maar noemen. Qua Facebook en al dat gebeuren, dat voeg ik wel toe, maar ik begin er zelf niet aan. Ze heeft meer ondernemingslust in zich zitten. En waarom was het voor jou zo'n belangrijke voorwaarde, Inge, dat juist Ali zou blijven? Omdat Ali eigenlijk heel goed is in de verkoop. En ja, wij elkaar eigenlijk wel heel goed aanvullen. En het eigenlijk altijd heel gezellig is. En ja, inderdaad ook gewoon echt als team het samen doen. Ja. Dus ja, eigenlijk kan je niet zonder elkaar, zou ik bijna zeggen. Maar... Ja. Jullie gaan samen de schouders eronder zetten. Nou, ik denk dat de meeste inwoners in ieder geval hier in Spakenburg Ali heel goed kennen. Inge, jij woont hier niet. Wil jij nog iets over jezelf vertellen? Ja, ik woon zelf in Hoevelaken. Ik ben getrouwd en mijn man heeft zelf ook een eigen onderneming. En we hebben samen 3 dochters, waarvan de oudste 19 is en de jongste is nu 10. Dus ja. En gaat er nou na 1 februari, gaat er iets veranderen? Bijvoorbeeld, komt er een nieuwe naam? Verandert er iets in het assortiment? Eerst maar de naam. Ja, we gaan de naam inderdaad veranderen. Het blijft wel Dijkema, maar het wordt Jewels en Watches, want we halen eigenlijk het goud uit het assortiment. En we willen eigenlijk een wat meer trendy winkel gaan voeren, waarbij we ook het merk IJswatch nieuw hebben in het assortiment hebben opgenomen. En merken die we wel hebben, maar waar we eigenlijk niet heel veel meer mee deden, juist weer heel erg uitbreiden en het om toch een beetje hip te maken. Mm-hmm. Ja. En Ali, merk jij iets van het voorzichtig economisch herstel, wat steeds wordt genoemd? Moeilijk meetbaar op dit moment, want meneer Dijkma heeft dus een grote opruiming op touw gezet. En die is 3 maanden gaande. En het ging wel hoofdzakelijk om het goud, maar het zilver ging net zo hard mee. Dus we zijn echt zo druk geweest, zo druk is de hele tijd niet meer geweest. Dus ik kan het niet meten. Ik hoop dat het wel zo is, maar ik kan het niet meten. En gaan jullie ook nog iets aan het interieur van de winkel doen? Ja, we gaan het hele interieur een opfrisbeurt geven. Er komt nieuwe vloerbedekking, nieuwe stoeltjes. We gaan de wanden aanpassen en de etalages worden allemaal opgefrist. En alles krijgt een mooi wit kleurtje. Dus we denken dat we inderdaad de winkel weer heel mooi fris maken. En dat gaat vanaf 1 februari gebeuren. Komt er nog een opening, officiële opening? Nee, dat denk ik niet. Misschien wat later. Want meneer Dijkma geeft donderdag zelf een afscheidsreceptie. Dus om dan meteen erachteraan weer een opening te doen, vonden we een beetje veel. We gaan wel een weekje dicht. En 7 februari, dan doen we wel de winkel weer verfrist open. En dan ja, misschien dan na een maandje of zo, dat we dan echt een officiële opening gaan doen. Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft in haar onlangs verschenen rapport de veiligheid en de ontwikkeling daarvan over 2013 beschreven, zowel op regionaal als gemeentelijk niveau. In onze gemeente is het aantal geregistreerde misdrijven met 16% afgenomen. Concreet betekent dit een afname van ruim 100 meldingen naar 633. Er zijn geen opvallende stijgingen waar te nemen. Qua regiogemiddelde doet Bunschoten het beter, hoewel er aandachtspunten blijven. Het aantal geslaagde woninginbraken is afgenomen van 46 naar 37.
Het aantal pogingen is toegenomen van 20 naar 27. Politie en gemeente blijven er bovenop zitten, want een inbraak heeft grote impact op de slachtoffers. Maar van burgers wordt ook een actieve rol gevraagd. Door bijvoorbeeld preventiemaatregelen in en rond het huis te treffen en 112 te bellen bij verdachte situaties. Het aantal geweldsmisdrijven is het afgelopen jaar gedaald met 21%. Openlijke geweldpleging zakte van 17 naar 7 gevallen. Maar het aantal bedreigingen nam helaas toe van 12 naar 17. Positief is echter de afname van het aantal vernielingen en jongerenoverlast. Burgemeester van de Groep is blij met de cijfers. Nu is het volgens hem de uitdaging om het aantal misdrijven nog verder te laten afnemen. Maar dat kan de politie niet alleen. Daar is ook de hulp van de burger bij nodig. Het complete rapport kunt u inzien op de website bunschoten.nl. Van 22 januari tot en met 1 februari waren de nationale voorleesdagen. Op meerdere scholen en kinderdagverblijven werden door bekende mensen, maar ook opa's en oma's en oudere kinderen voorgelezen. Zo ook op de Peuterhof, waar leerlingen van het Kruisrak de kinderen van het kinderdagverblijf voorlazen. Maria was erbij. Hallo allemaal, kennen jullie dit boek al? Ja. Dit boek heet Waar is Dikkie Dik? Mag je het zien? Zou Dikkie Dik zich hier hebben verstopt? Ja. Mag je kijken? Kijk, allemaal Dikkie Dik. Dikkie Dik? Waar is Dikkie Dik? Nou, ik zie het ook niet hoor. Ik zie Dikkie Dik ook niet. Kijk, daar is Dikkie Dik. Kijk, daar is Dikkie Dik. En ja. Dit en dan gebeurt. Ja. Dikkie Dik. Ga maar zitten. Dikkie Dik, gaan we verstoppertje spelen? Vraagt Poesmuis. Goed, zegt Dikkie Dik. Jij eerst. Ik tel tot 10 en dan ga ik je zoeken. 1, 2, 3. Niet kijken, Dikkie Dik. 4, 5, 6. Dikkie Dik kijkt stiekem toch. Alleen bier ziet het. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Waar zit Poesmuis? Dikkie Dik weet natuurlijk al. Hier zegt hij zachtjes. Kijk daar, onder het vloerkleed. Waar ligt hij? Ja. Dikkie Dik sluipt dichterbij, neemt de sprong. Ik heb je gevonden. Hoe kan dat nou? Roept Poesmuis. Je hebt vastgekeken. Dit boekje heb je al gelezen, hè? Hoe heet jij? Jale. Heb je zelf dat boekje uitgezocht of heeft de juffrouw dat gedaan? De juffrouw. En echt voor kleine kindjes is dit Dikkie Dik, hè? Ja. Ben je zelf ook voorgelezen met Dikkie Dik? Ja. Ja? Hè? Ja, voor mijn zus. Hebben jullie het verhaaltje al gehoord? Of niet? Nee. Nee. Heb jij nog niet gehoord het verhaaltje? Nee. Ken jij wel Dikkie Dik? Ja, kent iedereen Dikkie Dik. Zachtjes spreekt hij boven de kast en dan in de la. Hij zoekt overal, achter de sokken. Nee, onder de onderbroeken ook niet. Misschien zit hij toch onder de kast. Siem, weet jij waar Dikkie Dik is? Vraagt Poesmuis. Ja? Ik vind het wel leuk. Wat is spannend. Wat spannend. Ja, want hij was verdwaald of zo, hè? Je moest hem zoeken, hè? Ik was verdwaald. Ik moest hem zoeken. Onder de kast of in de kast, waar was hij nou? In de mand. In de mand was hij? Ja. Gaan jullie papa en mama ook voorlezen? Ja. Dikkie Dik, gaan we verstoppertje spelen? Vraagt Poesmuis. Goed, zegt Dikkie Dik. Jij eerst. Ik tel tot 10. En dan ga ik je zoeken. 1, 2, 3. Niet kijken, Dikkie Dik. 4, 5, 6. Dikkie Dik kijkt stiekem toch. Alleen Beer ziet hem. 7, 8, 9, 10. Ik kom, roept Dikkie Dik. We staan hier nu bij Rolien en Evelien. We zitten nu bij de Peuterspeelzaal. We hebben net voorgelezen in het kader van... De Nationale Voorleesdagen. Die zijn vorige week woensdag begonnen op heel veel scholen met een voorleesontbijt.
En die duren nog tot en met zaterdag. Wat zijn de activiteiten van die voorleesdagen? Kan ik dat dan... Nou, bij ons op school zijn we inderdaad op donderdag dan begonnen met het voorleesontbijt. Daar hebben opa's en oma's voorgelezen en vaders en moeders. En in het kader van die voorleesdagen heb ik ook contact gezocht met Evelien. Om te zorgen dat kinderen van groep 7 en 8 aan de peuters konden voorlezen. Leek ons een erg leuk idee. Want hoe belangrijk, Evelien, is het gewoon het voorlezen al bij kleine kinderen? Ja, heel belangrijk. De taal begint gewoon al heel jong. Eigenlijk bij baby af aan al. Lekker veel met de kinderen praten, met de baby's ook al. Lekker voorlezen. En die, vooral die kleintjes, die genieten er ook zo enorm van. Dat is echt heel mooi om te zien. En nu de hele week komen de groepen 8 en groep 7 van het Kruisraak hier al voorlezen. En ook de kinderen zie je weer genieten. Zowel de grote als ook de kleine. Echt heel leuk. Ja, heel fijn. Wordt er nog een keuze gemaakt in de boeken? Is daar een lijst voor in die week? Of is het gewoon een eigen vrije keuze wat je meeneemt? Nou, er staat bij de Nationale Voorleesdagen 1 boek centraal. Dat is een boek over krokodil. Maar wij hebben nu gekozen voor een boek van Dikkie Dik. Dat heeft Evelien in meerdere exemplaren in huis, in het kader van Boekenpret, een VVE-onderdeel. Nou, uit onderzoek is ook gebleken dat voorlezen enorm goed is voor de woordenschat van kinderen. Een jong kind dat vanaf jongs af aan is voorgelezen, komt in groep 1 met een woordenschat van ongeveer 4000 woorden. Een kind dat niet is voorgelezen, zit zo rond de 1000 woorden. Dus dan begint het kind eigenlijk al met een taalachterstand. Ja. Dat is heel belangrijk. Voorlezen is behalve gezellig en leuk en voor de band met je kind is het ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling. En Kiki die las net bijvoorbeeld heel erg op zijn kop voor. Dat was ook bewust geoefend voor haar. Ja. Ja. Wat wil je aan de ouders meegeven? Dat ze toch wel echt moeten lezen aan de kinderen natuurlijk. Hè? Het is niet allemaal dat snelle na het eten hup hup hup. Maar je moet echt wel even de tijd nemen, denk ik ook. Neem lekker de tijd. Want en dat het goed is voor je kind, het voorlezen, is het ook nog supergezellig en heel goed voor je relatie met je kind. En ook heerlijk om zelf even die rust te nemen. Ik wil jullie dankjewel zeggen. Jullie ook bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Ja, bedankt. Tijdens de Nationale Voorleesdagen lanceerde Humanitas Eemland het voorleesproject. Bij dit project komt een vrijwilliger 1 keer per week bij een gezin thuis om 1 of meerdere kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar voor te lezen ter stimulering van de taalontwikkeling. 1 van de ouders is dan ook thuis en wordt zoveel mogelijk bij het voorlezen betrokken. Aanmelden kan bij coördinator Lennart Schelen, die met toestemming van de ouders een kind ook lid maakt van de bibliotheek. Humanitas heeft regelmatig contact met de vrijwilliger en op bepaalde momenten met het gezin om te horen hoe het contact verloopt. Velen van ons die elke dag met de trein reizen kennen allemaal de bekende, inmiddels echte verdwenen, gele informatieborden op de NS-perrons. De Amersfoortse kunstenares Marian Dessing ging met dit verouderde materiaal aan de slag om vogelhuisjes en broedstations te maken. De borden zijn volgens haar heel geschikt om een nestkastje van te maken voor pimpelmezen, mussen en koolmezen. Op het dak van het huisje staat de bestemming van de trein en op de zijkant de vertrektijden. De reden voor het weghalen van de gele borden is dat steeds meer reizigers internet of hun mobiele telefoon raadplegen voor informatie. Ondanks afspraken tussen sportbonden en NOC-NSF blijken sportverenigingen nog weinig te doen met de mogelijkheden om misbruik in de sport tegen te gaan. Zo maakt slechts 20% bijvoorbeeld gebruik van het aanbod om nieuwe trainers gratis te screenen door een verklaring omtrent gedrag aan te vragen, afgekort een VOG. Dit is in 2014 nog steeds mogelijk. Ook is er een hulplijn die tevens fungeert als meldpunt en zijn er plannen om een registratiesysteem op te zetten. Mocht uw vereniging een nieuwe trainer of coach aanstellen, dan kunt u dus kosteloos een VOG aanvragen. Wilt u de preventie van seksueel misbruik in uw vereniging op de kaart zetten, dan kunt u ook terecht bij NOC-NSF. Zij hebben een uitgebreid stappenplan ontwikkeld dat u helpt bij het opzetten van een beleid. Daarnaast kunt u een eigen vertrouwenscontactpersoon aanstellen waarvoor een korte opleiding beschikbaar is. Op vrijdag 24 januari reikte Gerrit Willemsen, eigenaar van Snel Era Makelaars uit Leusden, een cheque uit aan Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum voor de aanschaf van 4 bedbanken die een plek krijgen op de eenpersoonskamer in het nieuwe ziekenhuis. Deze banken zijn een extra voorziening die niet uit het medisch budget bekostigd konden worden.
Voor elk huis dat de makelaar in de verkoop kreeg, doneerde hij 100 euro voor een bedbank. En hij is niet de enige die deze actie een warm hart toedraagt. Tot nu toe zijn er al 137 bedbanken geadopteerd door bedrijven, stichtingen en particulieren. Eind januari worden de eerste geleverd. Er is veel behoefte aan, omdat de eenpersoonskamers uitnodigen tot het langer verblijven van naasten op de kamer van de patiënt. De stichting is nog hard op zoek naar nieuwe partijen die hun naam en logo aan een bedbank à 1250 euro willen verbinden. Slapen in een ziekenhuisbed is toch anders dan thuis. Zeker na een operatie of bij langdurige ziekte is een vertrouwd iemand in de buurt van de patiënt heel plezierig. Er is veel om trots op te zijn in ons dorp. Ondernemen en creativiteit zitten ons in het bloed. Zo ook bij bruidsfotografen Luther Hartog en Wouter van Twillet. Zij zijn genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2014 en zijn hier in de studio. Luther Hartog en Wouter van Twillet, als eerste gefeliciteerd met jullie nominatie. Dankjewel. De Bruidsfoto Award die wordt elk jaar wordt die georganiseerd door het magazine van Bruid en Bruidegom. En een internationale vakjury die maakt een keuze uit dit jaar ruim 2400 ja. Uitzendingen. Mm-hmm. Inzendingen moet ik zeggen. En er zijn 10 categorieën. Nou ben jij, Wouter, in 3 categorieën genomineerd, dus met 3 foto's. Welke zijn dat? Deze lovesuit foto ben ik genomineerd in de categorie lovesuit. Ik heb een foto in de categorie klaar voor de trouwdag, dat is zeg maar voor de voorbereidingen. Yeah. En ik heb een foto in de categorie bruid. Ja. En jij, Luther, jij bent met 2 foto's, sta je op de nominatie voor een prijs? Ja, klopt. En dat is in de categorieën? In ook de categorie de bruid, dus dan zitten we elkaar in de weg. Ja. Er zijn 2 prijzen te verdelen, dus wie weet pakken we elkaar elke 1 prijs. Dat zou wel leuk zijn. Ja. En in de categorie de ceremonie ben ik genomineerd. Ja. Nou heb ik die foto's gezien en ik ben er zelf heel erg van onder de indruk. Omdat het veel verder gaat dan het traditionele poseren wat vroeger werd gedaan. Gewoon van staan en een mooi plaatje maken. Bij jullie zit er heel duidelijk een kunstzinnig element in, vind ik. Maar waar moet voor jullie nou een foto aan voldoen dat je zegt van ja, dit is nou echt een topfoto? Luther? Ja, voor mij is heel belangrijk dat het esthetisch is, dat het beeld klopt. Dat er geen storende elementen in zijn en dat het moment echt is. En daarom ben ik ook wel blij dat bijvoorbeeld die van de ceremonie is genomineerd, omdat dat een echt moment is van de bruiloft. En om het dan esthetisch rustig te krijgen. En dat vind ik wel mooi als dat in een foto zit. Ja. En bijvoorbeeld bij Wouter vind ik dat bij deze foto heel mooi gelukt. Nou, dat vind echt tijdloos. Ja, het is, jullie spelen met het moment tijd. Je laat hier dus echt zien van een moment van bezinning. Hè? Iemand die denkt na voor een stap die bepalend is voor een groot deel van de rest van het leven. Terwijl de foto die we hiervoor zaten is echt een foto die in het moment. Dan gaat het echt om het plezier hebben in het moment. Ja. En waar kijk jij naar, Wouter, om een foto echt zeg maar boven het gemiddelde te laten uitsteken? Waar let je op? Voor mij is ook die esthetiek gewoon heel belangrijk. Gewoon hoe mooi het plaatje eigenlijk is. Dat is gewoon soms smaak. Maar soms is het ook gewoon echt gewoon qua compositie. Moet het gewoon kloppen. En het licht moet gewoon echt mooi zijn. Daar speel je mee. Het licht is gewoon een van de essentieelste belangrijke dingen in een foto. Bovendien, het moment dat erin zit, weet je, die moet echt zijn voor mij. Er moet echt emotie in zitten. Of het moet niet te gemaakt zijn. Dus mensen moeten als zichzelf gefotografeerd worden. En ja, die momenten zijn voor mij ook heel belangrijk. Het moment echt proberen te vangen en dat groter te maken in een foto eigenlijk. Nou ja, dat lijkt me ook heel belangrijk voor een fotograaf. Dat hij die sensitiviteit heeft om juist dat moment te herkennen. En vervolgens ook nog eens zo vast te leggen. Dat het plaatje dus alles heeft. Ja, ja. Dat is heel knap. Wat zijn nou eigenlijk de trends in de huidige bruidsfotografie? Nou ja, ja, je hebt verschillende trends, denk ik. Een belangrijke is dat het niet geposeerd meer hoeft te zijn. Dat de fotograaf als het ware die creatieve vrijheid krijgt om die bruiloft in beeld te brengen naar zijn visie. En daarom is het ook gewoon echt belangrijk dat je als bruidspaar een fotograaf uitzoekt
die ten eerste goede foto's maakt natuurlijk. Maar ook die aansluit bij wat jij zou willen. En ja, ik denk dat dat wel een belangrijke is, fotojournalistiek. Jij, Wouter, wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, de trend is wel een beetje dat mensen tegenwoordig wel verder kijken dan zeg maar de eerste keuzes, de fotograaf uit het dorp, om de hoek, zeg maar. Mensen gaan echt op internet op zoek naar wat ze echt zelf mooi vinden en wat ze zouden willen voor een bruiloft. Kijk, het is een zo belangrijke dag en fotografie is gewoon een van de weinige dingen die echt blijven. Je houdt de ring over en je houdt de foto's over. Dat zijn zo'n beetje de enige tastbare dingen. Mm-hmm. En voor de rest zijn het herinneringen. En daarom is fotografie gewoon echt belangrijk. En vooral als dat gewoon... je hoort het vaak als het slecht gebeurd is. Dan hebben mensen er echt spijt van. En dat is echt zonde. Want er zijn zoveel goede fotografen. En ook uit Spakenburg. Ja, nou ja, ik zie dat jullie foto's, die hebben echt betekenis. Het is niet meer zoals van, oké, ik sta goed op, mijn jurk zit netjes en ik lach mooi. Maar je ziet de betekenis van de verschillende emoties erin. En dat vind ik wel, dat als je dus een goede fotograaf neemt, die neemt je aan de hand en die brengt je dus ook naar dat niveau. En dat zie ik zeker in jullie foto's. Halen jullie nou zelf ergens je inspiratie vandaan? Nou, ik kijk wel veel naar fotografie. En niet alleen trouwfotografie. Ik kijk wel veel films ook. Daar haal ik ook wel echt inspiratie uit. Want films is ook een beetje, ja, is ook grafisch. En hoe beeld wordt gepresenteerd. Ja. Welke uitsnijders kiezen regisseurs. Dat zijn allemaal dingen die ook een fotograaf eigenlijk doet. Ja. Dus het heeft wel raakvlakken. Dus ik kijk wel naar niet alleen trouwfotografie. Eigenlijk kijk ik niet zo heel veel naar trouwfotografie eigenlijk. Nee, je kijkt naar raadpleegt andere media dan. In ja, voor mij geldt... Ja, het zit zelfs in muziek. Er zitten geen beelden in, maar voor mij is muziek dan ook weer heel belangrijk. En inderdaad films, maar zelfs de natuur. Gewoon in de natuur wandelen en daardoor... Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om je leven bewust te leven of zo. Dat je geniet van de momenten en van de mensen en alles om je heen. En daar kun je heel veel uithalen. En ja, natuurlijk zie je heel veel fotografie voorbij komen en dat komt vanzelf wel. Maar ja, het is... Dus als je open staat, zeg maar, voor je omgeving in de meest brede zin van het woord. En je beschikt over die sensitiviteit, dan kun je daar dus dan kun je dat omzetten in creativiteit. Ja. Ja, prachtig. Dagdromen jullie wel eens van wat zou ik nog willen? Nou ja, voor mij, ik droomde net even weg. Nee, ik al. Nee, maar. Nou, ik ben eigenlijk heel dankbaar voor wat ik allemaal krijg en waar ik nu sta. Dat voorop. En verder, ja. Ik wil wel altijd weer die beste foto gaan maken of zo. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk om te werken voor het bruidspaar op de dag zelf. Maar ik probeer echt die platen te schieten die wat boven het gemiddelde uitstijgt, zeg maar. En, mm-hmm. Als dat gebeurt, dan ben ik heel blij. En een paar bruiloften in het buitenland zou ook leuk zijn. Voor jou, Wouter, geldt dat. Dat je wel eens denkt van, los van het feit of het uitkomt, maar god, dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Ik denk dat elke bruiloft is wel weer gewoon een soort van doel op zich. Mm-hmm. Om daar gewoon echt het allerbeste voor het bruidspaar te geven of te maken. Ja. Ja, dat is bijna elke bruiloft bijna een wedstrijdje, maar los van mijn eigen doelen probeer ik echt het allerbeste van mijn bruidspaar eruit te halen, zeg maar. Dus het is echt, Oké, maar los van het dagdromen is nu een hard feit dat jullie dus wel mooi genomineerd zijn en hopelijk dus ook in de prijzen vallen. Kan er nog steeds gestemd worden? Ja, zeker. Hè? Ja, allereerst super blij en ik vind het ook echt leuk dat we met z'n tweeën genomineerd zijn. Ja. En ik denk ook echt dat als heel Spakenburg erachter staat, dan gaan we ook allebei winnen. En dat zou mooi zijn. En ik geloof dat Spakenburg wel die kwaliteiten bezit om... Het geeft dat setje, stem. Tot 15 mei geloof ik. Ja, ik kan nog steeds stemmen inderdaad. Dus, okay. En is er een officiële... Er is een officiële datum, neem ik aan, waarop het bekendgemaakt wordt. En weten jullie... Wanneer dat is? Ik geloof in maart of? Nee, in 26 mei geloof ik. Of eind mei dan? Ja, een dag voor mijn verjaardag of een dag na mijn verjaardag was het. Dan houden we het op eind mei en dan zullen wij er zeker weer aandacht aan gaan besteden in de Spakenburg nu. En hartstikke leuk dat jullie hier waren. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Dit was weer Spakenburg nu met vandaag de volgende onderwerpen. Nationale voorleesdagen, genomineerde bruidsfotografen,
juwelier op het Spuitplein en afscheid Henk van der Meen. U kunt naar deze weekendeditie nog kijken tot zaterdagavond 24 uur. Zondag zijn we er weer met het vertrouwde Los op Zondag. Maandag met Uit de Oude Doos, waarin we kijken naar de familiequiz uit 1994 met de familie Klarenbeek. Dinsdag het Vrije Item met een interview over Mariette Brongers, over mediteren. En woensdag zijn we er weer met Spakenburg Nu. Ik wens u een heel fijn weekend.